Johannes Jacobus Somers, Jan Somers, werd geboren op 12 juni 1922 te Duizel en Steensel als derde kind van Leonardus Johannes Somers, hoofd van de school in Steensel, die geboren was op 30 oktober 1884 te Veldhoven en overleden is op 6 januari 1970 te Steensel. En zijn echtgenote Catharina Christina Jaspers, geboren op 30 juni 1879 te Valkenswaard en overleden op 22 juli 1979 te Valkenswaard. Mijn herinnering die is plat, niks. En dat is zo lastig. En van uw kindertijd? Ja, daar heb ik bepaalde dingen wel van onthouden. Ja. Dat hier broeder Kobussen en zo, dat die als kinderen pastoortjes speelden. Ja. Was dat in uw kindertijd ook al? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee. En dus ook niet een kazuifeltje na het dragen of zo. En was dat er toen al wel? Ik denk het wel. Dat was toch ook al in die tijd? Ja, dat denk ik toch wel. Ja. En had u toen al een idee dat u pastoor zou worden als kind? Dat weet ik niet. Ik weet niet wanneer dat er gegroeid is. Nee. Maar wel dat ik op 12-jarige leeftijd, toen ik de lagere school af had, dat ik per se naar het seminario, dat weet ik wel. Ja. Dus toen was het er wel. Ja. Toen ging je als 12-jarig jongetje met een koffertje weg van huis. Weg van huis. Ja. Voor 3 maanden. Hè? Ja. We hadden gewone vakanties, hè, de Kerstmis, Pasen en grote vakantie. Dan ging je naar huis, maar zo'n eerste dag moet toch wel vreemd gevoeld hebben, denk ik, hè? Of de eerste weken. Ja. Jawel. Ja. Dan. S'nachts in bed, eventjes tranen, ja. Of niet? S'nachts in bed, ja. Ja. We werden in groepjes ingedeeld waarin je moest leven, in de recreatie. Ja? Ja. Ja, dat was toen echt, de school bepaalde alles, hè. Ja. Het zal heel anders zijn dan nu, hè. Ja, nu. Nu gaan pastoors pas op latere leeftijd, hè. Nu is dat er niet meer, hè, van het seminarie. Ja, het klein seminarie bestaat niet meer. Hè? Nee, hè? Klein seminarie, zo heette dat. Hè? Ja. En als je dan, wanneer ben je dan klaar met het klein seminarie? Als je eindexamen maakt, gymnasium. Gymnasium, ja. Ja, gelijkgesteld zo, hè, want we maakten geen eindexamen. Maar bij uitzondering werden er een paar mensen uitgekozen die dat wel deden. Maar de grote groep die maakte gewoon het seminarium af. Ja. 6 jaar. Of 7 jaar. Als je het nog eens een dik dunnetjes over wou doen. Ja. Maar dat deden ze niet expres. Nee. Werd denk ik toch wel een beetje achterin gezeten, hè? Welk? Dat het best streng was, lijkt mij. Het was ook wel een beetje streng, ja. Je kon het denk ik niet zo op je slofjes doen, hè? Nee, je moest wel werken, hè? Ja, regelmatig tijden dat je moest studeren en ontspanning had. Studeren, dat moest je vanzelf, want je werd er binnengejaagd, hè? In de studiezaal of in de leslokaal of zo. Dus. En zijn die mensen ook allemaal, die leerlingen allemaal pastoor geworden? Nee. Er zijn er, wij zijn met 64 begonnen toen op het klein seminarie. En ik denk dat er misschien 5 pastoren van die groep. Ja, 5 van die groepen of misschien wel 10. Ja.
Maar in ieder geval niet allemaal en ook niet de meeste. De meeste zijn nu weer weggegaan of ja, iets anders geworden. En toen naar het grootseminarie. En toen het grootseminarie. En dat duurde ook weer 6 jaar. Hè? Mm-hmm. 2 jaar filosofie. En 4 jaar theologie. En dan weet u dat je het nog niet zoveel kent, weet van die wetenschap. Toch nog maar oppervlakkig is. Hè? Ja, de klassebijeenkomsten, koersbijeenkomsten noemden we dat. Ja. He, en toen we nog met 18 waren, zoals we begonnen, he, toen was er altijd voldoende belangstelling en zo. He, maar nu zijn we nog maar met 2 jaar over van die klas. He, dan leren gaan. Ja. En dan wordt het niet meer, dan is het niet meer zo. Nog zo sprankelend als dat je met 18 bent, hè? Nee. Ik dacht toch dat Jan van Zwanbeek wel ene keer bij mij geweest is hier in. Hier al op bezoek geweest is. Ja, ik dacht het wel. Ja, dat zou heel goed kunnen. 65. Het is de tijd van de grote. Ja, de tijd van de. Van de vele dinertjes en zo. Er zijn nogal wat menukaartjes van het een en het ander. Van een club uit een bos en zo. Ja, een club uit een bos. Ja. En als dan het groot seminarie is afgelopen, hoe gaat het dan? Ben je dan pastoor? Of? Nou, dan word je priester gewijd. Als je het goed afmaakt, ja. Dan word je priester gewijd. En dan word je niet meteen pastoor natuurlijk, hè, maar er is de grote kans dat je kapelaan wordt. Mm-hmm. Of iets anders, maar iets anders is er niet eigenlijk. Hè. Dus je kunt nog een studieopdracht krijgen, doorstuderen. Mm-hmm. En anders dan word je kapelaan. En dat loopt dus uit na 25 jaar of nog 20 jaar op pastoraat, hè? Mm-hmm. In het algemeen. Pastoor Somers volgde het kleinseminarie te Sint-Miers-Gestel vanaf 1934 en het grootseminarie te Haren. In de oorlog woonde hij tijdelijk in Tilburg omdat het seminarie is gevorderd door de Duitsers. Hij wordt op 15 juni 1946 tot priester gewijd in Den Bosch. Studeert aan de Theologische Faculteit in Nijmegen. Doctoraal examen op 20 juni 1949. En werd toen benoemd tot kaplaan in Deurne en daarna tot kaplaan in 't Hertogenbosch. Daarna volgde een benoeming als professor aan het Grootseminarie en in 1963 volgt zijn benoeming tot president van het Grootseminarie. Hij is de laatste president, want in 1967 wordt het seminarie gesloten en wordt hij benoemd tot pastoor deken in Heesen. Pastoor Somers heeft zeer geijverd voor het nieuwe huis met de kapel. Hij heeft ervoor gezorgd dat elke dag een eucharistieviering plaats zou kunnen vinden. Tot zijn emiraat, verzorgd door een priester van de parochie met assistentie van de witte paters uit Sterksel. En vanaf zijn emiraat werd vanaf februari 1990 heeft hij zelf bijna elke dag de vieringen verzorgd. Totdat hij in mei 2010 dat echt niet meer kon. In mei 2010 verhuisde pastoor Somers naar het broederhuis aan de Aalsterweg te Eindhoven.
Ik heb er heel lang gewoond. Ik weet het niet meer, vraag me niet. Nee, dat hoeft ook niet. Maar wel lang, hè? Ja, van pastoor zijn tot voor, ja, dat weet tot ik weet voor kort. Tot voor kort. Hè. Nee, er zijn er ze hebben op een gegeven moment twee parochies gesticht, of een tweede parochie gesticht, en die is naderhand weer opgeheven. Mm-hmm. Omdat ze niet nodig was, of omdat ze een gebrek aan priesters hadden. Ja. Hè, of allebei samen. Dus vroeger had Heze één kerk, één parochie, ja. En later is er eentje bijgekomen. Eentje bijtje gekomen. En weer weggegaan. En die is nu nog wel in gebruik als medisch centrum. Die hebben de dokters in beslag genomen. Oh. De vier dokters van Heze hebben daar spreekuren. Oh ja. En de communicanten? De communicanten die kwamen niet bij mij, maar die werden via de scholen opgeleid. Ja. En de laatste finishing touch, zo, die hadden ze in de kerk. Hè? Ja. Dus ik de proef draaien. Ja, en oefenen. Hè? Gewoon oefenen. Ja. Wat kinderen moeten. Ja. Om het later te verlopen zoals de ouders graag zien. Maar dat hoefde ik niet allemaal te doen. Nee. Dat was zo weer uitbesteed. Ja. Aan een onderwijzeres in ons geval. Maar doopsel wel, hè? Doopsel wel, dat moest je altijd zelf persoonlijk doen. Ook voor een trouw moet je natuurlijk van tevoren nadenken, hè? Want die willen ook wel horen wat de pastoor nog te vertellen heeft. Ik wou er toch altijd iets wel persoonlijks van maken, denk ik. Nou ja, dat was wel de bedoeling, maar dat is bij trouwers niet zo moeilijk. Want die heb je dan een paar keer bij je gehad. Ja, hè? Dat is waar. En die ken je wel een beetje. Ja. Hierbij doe ik u toekomen uw eervol ontslag als pastoor van de parochie Heilige Martinus te Heze per 15 februari 1990. Was getekend Monseigneur Ter Schuren, bisschop van Den Bosch. Zo deskundig om er iets van te vinden. Maar ik vond dat ze een hele goede Brabantse dag voor de dag getoverd hebben. De afzonderlijke dingen, die kan ik mij al niet meer herinneren.
je moet niet bij komen dus, om een mening te horen over die Brabantse dag, want die heb ik niet. Het is voorbij en het is weg. Het is weg. Indrukwekkende wagens die vandaag hier in Hezen te zien zijn. Of de relatie tussen mens en water. Wel van genoten om te kijken. Jawel, ik vond het wel de moeite waard, maar dat wil niet zeggen dat het voor iedereen de moeite waard was, maar ik herkende dat dorp, hè? Ja. En die Brabantse dag waar ik altijd naartoe ging, ja. En zo, hè? Wij willen met het toekennen van deze straatnaam vooral ons respect uitspreken in de richting van pastoor Sommers. Voor al datgene wat hij heeft gedaan voor deze parochie, voor de inwoners van Hezen. En ik denk dat er een aantal zitten hier in deze zaal die heel goed weten hoe belangrijk het werk van een pastoor Deetje in die periode is geweest. Ik doe het samen, hè? De vlag trekken. Ja? Ja? Ja. Drie. Ja. Goed zo. Dit is het bord waar ik het over had. Dit mag dus mee naar de Aalseweg. Om aan te tonen dat het heel recht is. Pastoor Sommers, van harte gefeliciteerd, hè? Van harte proficiat, hè? Van harte gefeliciteerd, dames en heren. En ik kan nog even niet, want normaal mag ik niet in ons leven. Ja.